Je gaat wel met een ander gevoel het veld op, maar toch, ik heb het voor mezelf proberen te benaderen als iedere andere wedstrijd. Van jongs af aan is Jan de Vos als scheidsrechter. Hij heeft al heel wat verbaal geweld meegemaakt, maar nog nooit was hij geslagen. Tot afgelopen weekend. Jan keurt in blessuretijd een goal goed, dit tot woede van sommige supporters. Er kwamen al allerlei verwensingen van supporters, maar als je dan verder wil lopen en ja, je wordt onder gehoekt, zeg maar. Nee, staat achter de bal. Natuurlijk heb ik pijn gehad aan mijn kaak en mijn nek. Gelukkig geen letsel, dus dat valt mee. Maar ja, het heeft toch impact. In december 2002 komt grensrechter Richard van Nieuwenhuizen om het leven als hij wordt aangevallen door spelers. Naar aanleiding hiervan start de campagne Zonder respect geen voetbal. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat er sindsdien minder incidenten zijn. Maar Jan vindt dat de aandacht voor het respect aan het verslappen is. Kom op, man. Blijkbaar mag alles gezegd worden tegen de scheidsrechter. Het respect is ver te zoeken. Ik vind dat de KNVB meer open moet staan voor wat scheidsrechters zeggen. Want ja, die hebben de beleving in het veld. Jan hoopt dat het respect op de velden weer meer aandacht gaat krijgen. Vandaag in Willemstad gaat alles prima. Jan denkt er dan ook niet aan om te stoppen met fluiten. Ik laat me door één dwaas ook niet mijn mooie hobby afnemen. Succes. Jongens, bedankt voor het respect.